Wat het meest brisante is eigenlijk dat hij zegt van ja, er is gewoon een miljoen aan schenkingen aangenomen. Ja. En dat is niet gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hij suggereert zelfs dat er invloed mee gekomen is. Dus in drie partijen die hebben bij elkaar een miljoen gestort. Ja. Dat is eigenlijk niet volgens de reglementen gegaan. Hij zegt dat stond niet in de overzichten, dat klopt. Want ik heb die overzichten laatst doorgespit. Dat kan ik me ook niet herinneren dat hij erin stond. Deze man is actuaris. Hij kan dan ga je richting het strafrecht. En dat raakt ook het partijleiderschap van Wopke Hoekstra. Nou, daarvan heb ik in ieder geval nu gehoord dat ze zeggen van ja, die schenkingen zijn laat gekomen. Dus die komen dan bij het overzicht volgend jaar. En uiteraard wordt er ook ontkend dat er invloed gekocht is. Maar dit is iets wat je morgen als partij eventjes echt heel goed moet tegenspreken. Dit kan je niet gewoon boven de markt laten hangen. Mm. Want ja, dan ga je gewoon richting het strafrecht. Nou ja, dat. En zo hoor je dus allemaal dingen die er dus blijkbaar gezegd, gedaan, gebeurd zijn. Maar breder gezien, wat zegt dit alles nou, zeg maar, los van het verhaal van Pieter Omtzigt? Nou, dat de relatie Pieter Omtzigt en het CDA wel echt heel erg nu op springen staat. Dat is wel bijna onhoudbaar, zou je zeggen. Als je dit zo leest, dan is het één grote aanklacht aan de partij. Ja. En dan moet er zoveel veranderen dat je zou zeggen dat bijna ondoenlijk is. En dat is natuurlijk het vertrouwen is gewoon weg. En verder dan dat is natuurlijk de formatie die al heel fragiel was. Ja, dat is natuurlijk ook alleen maar moeilijker geworden. Een CDA die dus wel echt nu heel veel te repareren heeft. Maar waarom eigenlijk? Want stel nou de partijleiding, Wopke Hoekstra, zou zeggen ja, we weten ongeveer hoe Pieter erover denkt. Het is ook niet een schok dat hij er zo over denkt. Ik bedoel, misschien in detaillering wel, maar men wist dit. En dan zeggen ze schouderophalend, ja, Pieter zit er even door. Het zal wel, we gaan door. Nou ja, dat is de CDA'ers die ik heb gesproken zijn er niet zo heel veel. Gek genoeg nemen niet iedereen vanavond de telefoon op. Maar die zeggen ook van ja, voor de We hadden een CDA aan tafel, werd meteen teruggetrokken hier. Vanavond, voor een ander onderwerp eerlijk gezegd. Ik zag er nog lopen, het begin van de avond. Ik wist dat ze zou komen. Ja. Maar die zeggen van ja, wat het effect op de formatie is, dat durft eigenlijk niemand nog te zeggen. Maar je ziet gewoon een partij in verval. Dat is wat je ziet. Je ziet een partij in een diepe crisis. En dat spitst zich dan toe rond een Kamerlid en de partijleiding. Mm-hmm. Maar daarachter zie je dat het een partij is die gewoon al jarenlang gewoon in een identiteitscrisis zit. En dan krijg je ook dit soort. Wat zeggen we dan met het CDA? Amen. Toch? Wat je wil. Dan gaan we door. Nou, het eerste debat is al aangevraagd, begreep ik, door Geert Wilders. Dus dit wordt vast wel weer vervolgd. Dank jullie wel voor nu.